steen hier op een kruispunt van Wieken. Der de deg met dik, der de liepwaai, die het neer mijn crematorium te maken. En we vroegen de Wieken langs afvier naar Gouden. En hier vroegen naar Moren, die gaat nu de Hoensdiek. En op dit plak, de tak op dat tegen, dat is de dramatiek van de groeiende ster, de ster die het landschap opvreemt, heel goed te zien. De burgerij in de graaide en de zonbulten op achtergrond. En waarom het zo slim is wat hier gebeurt, je laat nog een heel authentiek Fries landschap op een kwelderhol, de ranen van de vroegere Middelzee. Daar lijkt een landschap wat net op de ruilverkaveling ondanks is. De hichten deze hier in het land, de oude geuven, de prielen, het oude jim. Dat is al een mitskeurige stream die uit het grensgebied van Grens hier in een stream, die rijdt hier nog altijd door het land. En daar in het jippe, bij Struksma, daar lijkt nog een wiel, in ieder geval een vijver, een trompbraak van de oude Middelzee. En dan in de vierde, de burgerij van Sjoerd Wattena, de familie die hier honden die wennen had en die hier nog warm had. En nou is vast al net meer voor te stellen dat de term van Teggen, Dagheim, ze komt het in een sticker voor, al in de 10e eeuw, dat hier een term lag van 3 hectare. Dus die een jouw burgerij nog. En die term is in 1879 afgeroepen. De terpmodder is naar de eerbekant van Friesland Houvier, maar goedjes. En daarom scheur je hier wel leeg te zien het land in. Van de andere kant willen, ik hecht er blij. Nou, dit is een ontzettend boeiend cultuurlandschap. En ik hoop je dat de Nijbo, die nog aan de zuidkant begint, maar Nijntegen en daar wijst de heer Jaap Wouden, dat het toch een plotter van die oude elementen die hier nog in het land lezen.